Zo, beste mensen. Hier ben ik weer met een nieuwe video op Marcus Vlogs. We gaan het even hebben over het volgende. Kader. Nee, de meeste mensen die kijken zijn jong, dus die weten wel wat kader betekent. Maar in mijn tijd had je nog geen kader. Tenminste, niet dat ik weet. Ik deed zelf VMBO. En ging wel goed eigenlijk. Ging wel goed. Maar ik hoor af en toe, zit ik wel eens in een call met mensen, van die jonge lui, en dan zeggen ze van, wat heb jij vroeger voor niveau gedaan op school? Zeker kader, hè, zeggen ze. Ik zeg, nee jongen, dat bestond nog niet in mijn tijd. Tong! Ja, want dan bedoelen ze meestal als een, meestal bedoelen ze dat een beetje beledigend, hè. Omdat, kijk, ze willen eigenlijk allemaal zo succesvol als ik zijn, hè, met YouTube en Insta. En dat kan natuurlijk niet. Nee, niet iedereen kan net zo succesvol zijn als ik natuurlijk. Begrijp ik ook wel. Maar dan moet je niet zeggen dat ik kader heb gedaan natuurlijk. Hè? Dan kun je ook de wind van voren krijgen natuurlijk. Hè? Maar goed, hoe dan ook. Ik heb begrepen dat kader het laagste van het laagste is. Echt zwaar onder mijn niveau eigenlijk. Want ik, als ik zou willen, zou ik HAVO kunnen doen hoor. Ja. Ik bedoel, het ligt niet aan mijn intelligentie. Nee. Het lag meer aan mijn concentratie. Dat ik het niet gehaald heb. Dat ik mijn diploma niet gehaald heb. Ja. En ik hoor jullie wel denken. Heeft ze diploma niet gehaald? Nou, dat zal ik je vertellen. Had ik wel kunnen halen. Maar ik had gewoon een heel slecht concentratieprobleem. Zo is het gegaan eigenlijk. Kun je wel... Nee, moet je nu even... Ik hoor dat jullie lachen. Hè? Dat vind ik niet grappig. Hè? Dat vind ik niet grappig. Want ik kan makkelijk HAVO doen als het moet. Ja? Hé, denk nou maar niet dat ik zo dom ben of zo. Anders kun je even... Nou goed, ik laat hier bij hem. Hoe dan ook, kader is schijnt het laagste van het laagste. Ik wil mensen adviseren die kader doen. Probeer je niveau een beetje op te krikken. Want kader is het laagste van het laagste. En zo wil je toch niet te boek staan. Hè? Zo wil je toch niet eindigen als een kaderjongen of meisje. Dus ik zou zeggen, kom op. Jullie kunnen het. Succes. Het schooljaar. En ik zou zeggen, arrivederci. Toedeledokie. Bye.